Salve, buongiorno, benvenuti nel nostro ristorante. Il nostro ristorante si chiama Il Cottage, è aperto da open van 2009. We hebben deze restaurant opgedaan omdat we een Italiaans, een echt Italiaans keuken aan die mensen laten proberen. Ik doe de bediening. Dus Gabriele is de kok in het restaurant. Hij maakt dus eigenlijk typische Siciliaanse gerechtjes ook klaar. We volgen meestal alle seizoenperiode, maar in de aspergesperiode, in de wildperiode. De mooie gerechten zijn er zeker die pasta, die Italiaans voorgerecht, like een bruschetta. Heel simpel, maar lekkere bruschetta en carpaccio. En mensen kunnen ook een filet pure eten, of peperomsaus, ossobuco en zover een parmigiana. En vegetarisch gerechten, want tegenwoordig niet iedereen eet vlees of vis, dus wij hebben ook een vegetarisch menu. Ja, ons terrasje is eigenlijk ingesloten, dus veel mensen weten eigenlijk ook niet dat wij een terras hebben. Maar het is eigenlijk een beetje zuiders ingericht, dat de mensen toch het gevoel hebben dat ze in Italië zijn als ze hier komen. Dat is zeker dat die mensen dat ene keer die kans hebben voor ons terras kunnen zien, dat die komen zeker terug. Ja. We hebben geprobeerd iets anders te geven, waarom ik weet dat de meesten die gaan bijna overal gaan eten en je vindt een pluspunt als jij kunt in één restaurant eten dat een ander restaurant niet heeft. Exclusief. Een goede pluspunt dat man ook ons restaurant is dat we hebben een grote parking waar die mensen moeten eigenlijk niet betalen. En als ze hier parkeren, die kunnen ook door de fietspad in het centrum bezoeken. Cottage, zoals de naam van de restaurant in Sicilië waar ik heb gewerkt voor denk 6-7 jaar. Als je ook studeert in Sicilië. En maar eerste keer in België, en dat was in Westende, ik heb gelogeerd, dat was een hotel, en die noemt Il Cottage. Dus toen ik heb tegen mijn vriendin gezegd, ze, ik weet niet, maar deze naam heeft niet met mij. En daar hebben we toen precies Il Cottage. Ja, en het is gelukt, maar deze jaar wordt 14 jaar dat we open zijn.